Hey Anoukie, het is de laatste uitzending van het seizoen. Het is zo, hè? Ja, dus ik heb uitgepakt. We zijn bij Landgoed Salentijn en we gaan er een knallen van maken. Oké, maar we gaan wel een feestje vieren. Tuurlijk, altijd toch? Ja, dat is waar. Oké. Robert, dit is voor ons alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Op zich een reden voor een feestje, dus ik dacht, daar hoort champagne bij. Absoluut, champagne drink je altijd op feestjes. Maar elke dag is een feestje, dus je drinkt de hele dag door champagne. Maar zeker om het feest te onderstrepen, is champagne zeker de perfecte drank. Maar wat is nou precies champagne? Champagne is een mousserende wijn. Net zoals Prosecco, Cava, alleen het is champagne. Als het dus echt uit Frankrijk komt, uit het gebied champagne. En anders heet het Prosecco, mousserend, Cava, bubbels, maakt allemaal niet uit. Ja. En wat is er dan zo bijzonder in het productieproces voor champagne? Ze maken eigenlijk een stille wijn. Daar doen ze op een pand. En die stille wijn doen ze, dat noem je liqueur de tirage. Dat gieten ze erbij in. Dan laten ze die flessen rusten. Waardoor door die suiker die wijn gaat gisten. Door die gist krijg je de bubbeltjes. En dat is eigenlijk het proces zoals champagne gemaakt wordt. Kijk. Heel kort verteld. Precies. Ja, dat is mooi. Nou begrijp ik hem hoor. Ja, dat dacht ik. En we hebben hier twee soorten staan. Wat is nou het verschil tussen de een en de ander? Dit is een brut. Dat is een droge versie. En dit is een demi-sec. Demi-sec is half droog. Dus daar wordt wat meer suiker aan toegevoegd dan in de brut. Perfect voor de oliebollen, of niet? Absoluut. Nou, dat komt goed uit, want oud en nieuw zit voor de deur. Dus wij weten in ieder geval wat we gaan drinken, toch? De demi-sec. Inderdaad, maar we moeten natuurlijk wel eerst even proeven. Dat gaan we doen. Maar we gaan niet de demi-sec proeven, want we hebben nog geen oliebollen. We hebben straks een gerechtje wat bij de brut past. Dus ik ga de brut openmaken. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat je een fles champagne op een goede manier openmaakt. Ja, hoe is dat dan? Nou, hij mag niet knallen. Nee? Er mag sowieso geen champagne uitspuiten, want dat is zonde. Ja. En altijd veilig, want er kan natuurlijk een bepaalde druk staan op de kurk. Ja. Dus je moet altijd zorgen dat je nooit de kurk op iemand richt. Dan hou je de kurk vast en je draait de fles en je voelt dan de kurk langzaam omhoog komen. Wauw. En dit is al het feestje. Ja. Toch? Nou, dat heb je netjes gedaan, Robert. Ja, ik heb het geoefend hiervoor. En inschenken is ook een kunst, hoor, moet ik zeggen. Is een kunst. Alles met beleid. Rustig aan. Glas scheef houden, zodat de champagne mooi in het glas rond. Nooit walsen met champagne, want dan wals je de bubbel eruit. Ja, want is het nou, ik bedoel, je proeft natuurlijk champagne ook, maar is het echt heel veel anders dan met wijn? Op zich niet, want champagne kan ook kurk hebben. Dus je proeft champagne net zoals gewoon wijn, het is alleen je walst niet. Je walst niet. Nee. Proost. Proost. Cheers. Kijk. En er hoeft echt geen feestje voor te zijn. Nee. Nou, het is nu toch een feest? Dit is één groot feest. Eigenlijk wel, elke dag. Something. Goed, we hebben net gesproken over champagne en mousserende wijn. Ik laat jullie het verschil nu even zien en proeven van wat mousserende wijn. Dit is een sparkling wine uit Argentinië. Yeah. Eigenlijk op dezelfde druivensoorten gemaakt als een champagne. Het mag geen champagne heten zoals ik verteld heb. Hè. Komt niet uit champagne. Hier staat dus op waar het vandaan komt. Uco Valley, Argentinië. Mousserende wijn. Brut. Hetzelfde als die champagne die we net hebben geproefd. Dus droog. En super feestelijk, het hoeft niet een speciaal feest zijn. Dit drink je ook gewoon de hele dag door, maar ook met feesten en partijen. En het is super betaalbaar. Dat verschil tussen champagne en veel mousserende wijnen, dat champagne relatief kostbaar is. Okay. En deze moet natuurlijk ook geproefd worden. Nou, dan gaan we hem openmaken. De fles. En dat plopje? Dat plopje, dat is juist het feestelijke. Okay. Dat kan met deze wijn. Dit is dus ook een brut. Mooi droog, fris. Ik ben benieuwd, Robert. Dan gaan we weer, hè? Proost. Cheers. Proost. Op het goede leven. Cheers. Het is toch echt wel weer anders. Het is anders. Ja. Hè? Qua afdronk en rijpheid. Het is een totaal ander soort wijn. Maar op dezelfde wijze gemaakt. Hetzelfde effect wat je krijgt. Ja. Ik ben benieuwd wat het krijgt. Nou, is goed. Merci. Prachtig. Nog eenmaal. Dank je. Dat ziet er lekker uit, hè? Oh, alsjeblieft. Een salade met zeevruchten. Hollands granaatje, lekker ziltig. Rivierkrevies, geeft een beetje de zoetigheid. Een dressing gemaakt met citroen en olijfolie. En daarin een klein pepertje, om ook een beetje pit te geven aan het gerecht. En dat geeft een heerlijke combinatie met de Paul Rosé wat jullie gaan drinken. Ik ben benieuwd, hoor. Lekker, het ziet er in ieder geval heerlijk uit. Prachtig. Alsjeblieft. Genieten. Dank je wel. Dank je wel. Dat je erin verwennen. Willem, vertel, wat ga jij bij ons inschenken?
Paul Roger. Paul Roger is een champagnehuis van sinds 1849, inmiddels vijfde generatie. En vernoemd naar het paard van Winston Churchill. Bestaat uit drie gelijke delen, Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay. En hoe weet je nou dat dit goed past bij het gerechtje? Proeven. Ja. Oh, kijk, dus dat mag jij wel doen. Jazeker. Ja, het is een zwaar vak. Misschien wil ik toch nog een carrière switch gaan maken. Sommelier. Chef vertelde het net al een beetje. De rivierkreeftjes hebben toch een bepaald zoetje. De zuur in de champagne zorgt voor een heel mooi contrast en heft van elkaar een beetje op. Dan heb je het pepertje, wat ook waar de champagne een klein beetje tegengas gaat geven, maar alles bij elkaar ontarmt elkaar ontzettend. En dan het hele kleine bittertje van de salade. Dus, geniet. Heerlijk, geniet je, denk ik. Proost! Dat frisse is inderdaad heel lekker. Dat citroenachtige. Alle smaken komen weer terug in de champagne. Ja. Dat is leuk, want het ligt echt een beetje in elkaars verlengde, hè? Hé, dat was hem dan, hè? Oh. De laatste uitzending. Ah, je hebt wel genoten, toch? Zeker weten. Maar ik mag ook alvast verklappen dat we volgend jaar terug zijn met een heel nieuw seizoen van Mijn Lifestyle. Wauw. Zelfde plek, zelfde tijd? Zelfde zender. Alleen heel veel nieuwe uitdagingen. Sowieso. Ben je zo benieuwd?